Maar wat ook veranderd is, is de, het verschil in hiërarchie tussen Sinterklaas en de Pieten. Ja, 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 het is inmiddels een horizontaal bedrijf. Hoe werkt dat met de Pieten en met Sinterklaas? Een aparte organisatie geworden. Ja, het is eigenlijk een Nederlands poldermodel. Ja. Eigenlijk. Ja, dus dat betekent wel, dat is een beetje een handicap, dat er veel vergaderd wordt, dat het ontzettend lang duurt voordat iets wat besloten is ook uitgevoerd wordt. Ja. Maar dat is beter. Dus Sinterklaas pakt pakjes in, haalt de jam uit de keuken en doet aan alles mee.